Een zonderling land waar, waar ja, God, dat kan gebeuren. Hoe zal ik dat eens beschrijven? Het is eigenlijk een oudere echtpaar wat een grote fietstocht heeft ondernomen. Die aanvankelijk prachtig weer, lekkere fietsen, een heel fijn mandje met, 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 met de lunch erin. En op een goed moment hebben ze de verkeerde afslag genomen en ze zijn verdwaald in een groot donker bos. En Mant mand is leeg en, en de fietsen die piepen en die kraken en, en ze krijgen herrie onder elkaar. Het is jouw schuld. Nee, het is jouw schuld, stomme hekel. En net zo goed als wat worden, wordende echtparen daar veel last van hebben. En daar fietsen ze nu op met op een lekke band in een groot donker bos. En ja, het ziet er uit dat het gaat omweren, maar hoe het af gaat lopen, ik weet het niet. Met Verlossem, kunt u mij horen? Nee, ik heb wel in de New York Times gekeken, maar ik zag geen kaartje. Wat was het kaartje? Nou, het kaartje dat ging over de abortus natuurlijk. En uh, hoe. Uh, oh, dat heb ik gezien, ja. ja hoe ja, hoe invloedrijk dat gaat worden, zeg maar, over het hele land. Ja, nou ja, dat weten we wel eens een beetje. Dat die, nou goed, dus de federaal toegestaan abortus, die is opgedoekt door het uh, extreemrechtse uh, Supreme Court. Dat is op zichzelf een wonderlijke zaak, natuurlijk, omdat de samenstelling van het Supreme Court eigenlijk door machinaties van de Republikeinen op geen enkele wijze meer gerelateerd is aan de meerderheidsopvattingen van de Amerikaanse bevolking. Sowieso een probleem van de Amerikaanse politiek. En nu, zal het, nu is het teruggewezen naar de Staten. En al de Staten hadden al vergaande beperkende maatregelen genomen op dit punt. En ik begreep dat uit het stukje wat er onder dat kaartje staat. Eh, dat ongeveer de helft van de staten zal abortus verbieden en de andere helft zal het toestaan. Daar worden ook al maatregelen genomen om het zelfs, eh, laten we zeggen, nog beter te faciliteren. Eh, bedrijven hebben hun eh, werknemers beloofd dat ze eventuele uitstapjes buiten de staat om zich te laten aborteren, om dat te betalen van bedrijfswegen. Dus ja, er is ook een brede beweging tegen dit besluit. Hmm. Dus ja, als je bijvoorbeeld in New England woont, en, uh, dan is er in feite niets aan de hand. Hè, dat je de problemen zijn, als je natuurlijk zoals gewoonlijk in, in de derde wereldstaten woont, die in Amerika ook aanwezig zijn, Louisiana, Mississippi, dat werken, Oklahoma, uh, dat, die staten. West Virginia, begreep ik ook. Ja, dat uh, ook ja, natuurlijk niet Californië of, of nergens, het is het uh, klassieke patroon in de Verenigde Staten. Niet waar, dat de, de, met name de, de, de beide kuststreken in de ruimste zin van het woord eigenlijk heel normaal en, en betrekkelijk progressief zijn. En ja, dat die enorme rode klont die daartussen zit, eh, vasthoudt aan een, aan een, zeg maar, traditioneel normen- en waardenpatroon. Ja. Als je de pers zo'n beetje volgt, dan lees je dat het land verdeeld is. Hè? Dan zijn er zijn mensen ontzettend ja, blij. En dan zijn er zijn mensen die zeggen: Nou, dit is uh, uh, ontzettend terug in de tijd. Nou ja, goed, het, is een, het land is extreem gepolariseerd op vrijwel elk denkbaar terrein. Of dat nu de wapenwetgeving is, of het abortus is, of, of nou, alles wat je maar verzinnen kunt. Uh, natuurlijk de, de, de grote leugen van Trump. Uh, uh, het, het is een land wat hopeloos verdeeld is en waar ook helemaal geen enkel uitzicht is dat dat op korte termijn beter wordt. En dat blokkeert het, het reëel functioneren van het politieke systeem. En daarmee natuurlijk ook de, de normale uh, beleidsnoodzakelijkheden van de Verenigde Staten in de ruimste zin van het woord. Het is een heel ongelukkig land wat zichzelf permanent in de voet schiet. En ja, hoe komt dat? Dat heeft een heel simpele oorzaak. Dat de Republikeinse Partij in feite de vertegenwoordiger is geworden van, van het grootste blok van samenhangende kiezers. Namelijk blanke kiezers eh, met een betrekkelijk lage opleiding. Ja, die doodsbenauwd zijn dat ze in de volgende decennia eh, maatschappelijk politiek de boot gaan missen. Wat ze waarschijnlijk ook gaan doen, eerlijk gezegd. Ja, dit recht op abortus hadden ze zo'n 50 jaar hè? Ja, dat sinds van sinds 73 is dat. Nou, het kan 74 zijn, maar het begint, sinds begin jaren 70. Ja, maar dat leert natuurlijk wel, zo dat verworven rechten dus niet absoluut zijn. Het kan zomaar ook weer teruggedraaid worden. Ja, zeker. En de argumentatie van het hoge rechtshof, althans van de meerderheid van het hogere rechtshof, is dat abortus niet voorkomt in de constitutie. Dus dat om die reden, dat om die reden de mensen het nu zelf maar moeten beslissen. Wat ze dus ook statelijk gaan doen. Ja, in hoeverre dat dan uh, een meerderheidsopinie representeert, nee, dus. Ja. Uh, maar misschien in sommige staten wel, dat is niet uitgesloten. Ja. Je zei maar de... zoals gewoonlijk worden vooral de meest hulpelozen en de armen getroffen door deze problemen. Ja. Doordat uh, ongewenste zwangerschap uh, bij de elite relatief weinig voorkomt en, en aan de onderkant van de samenleving veel meer. En als je dan in zo'n ongelukkige staat woont, eh, Mississippi, Louisiana, Oklahoma, ja, gaan ze maar door. Dan, eh, dan moet je naar een andere staat reizen. En dat kan problematisch zijn vanwege de kosten. Ja, maar die staten gaan ook langzaam op slot? Nou, dat denk ik niet. De kans dat Californië dat gaat doen is, is nul. Idem dito de, de, de New England-staten. Daar blijft abortus gewoon toegestaan. Oké, okay, dus jij zegt wel de kosten, dus dat je moet verplaatsen, reizen, dat is het ja, Zeker, ja. ja. En ze hebben in die anti-aborten staat ook gedreigd met wetgeving dat als je je laat aborteren in een andere staat waar dat gestaan is, dat je alsnog dan gestraft wordt in de staat waar je vandaan komt en waar het verboden is. Dat lijkt mij constitutioneel goed lastig vol te houden, dus dan kun je daar weer fijn tegen procederen. Ook zo'n heerlijkheid van de Verenigde Staten, altijd, overal, eindeloos over... Procederen. Niet waar. Wat natuurlijk in allerlei opzichten geldverspilling op nationale schaal is. Ja, en de straf is 10 uh, jaar stel, celstraf, heb ik gelezen. Kan het ja, zijn. dat zal in de praktijk ook wel meevallen, schat ik zo. Hmm. En dat is dus niet alleen voor de dame die het laat doen, maar ook voor ook, de. Ook ook. De strafmaat is in Amerika grotendeels totaal krankzinnig. Je hebt er wel eens gelezen, zo'n man daarvoor, dat wordt tot 369 jaar celstraf. Uh, dus ja. Dat is vrij curieus, toch? Maar wat denk je dan dat hier voor straf aan verbonden gaat worden? Nou, ik denk dat in de uitvoering, in de, ten eerste is handhaving al een heel lastig probleem natuurlijk. Hoe controleer je dat allemaal? Uh, zeker in een land wat betrekkelijk groot is, georganiseerd is, zoals de Verenigde Staten. Dus handhaving zal een probleem zijn en dan wil ik nog wel eens zien of ze, of ze dan een strafzaken beginnen. Ja, in sommige, in sommige staten willen ze zelfs een wet invoeren dat zelfs vanaf het moment van de bevruchting, als je dan al het afbreekt, ja, dat ja, je dan. Ja, maar ja. ook bij verkrachting en zo. Ja, ja wat zal ik zeggen? De fractie halvergaren is in de Verenigde Staten verrassend groot. Bij ons ook aanzienlijk, maar, maar daar nog aanzienlijk veel groter. Hmm. En die zijn politiek, dat moet je ze toegeven. Perfect georganiseerd. Hmm. Ja, ja. In feite is de groep waar we het over hadden. Dus de, de blanke bevolking die laag geschoold is. en in allerlei opzichten. inderdaad hoort tot de verliezers van de afgelopen decennia. Die, die is politiek wel effectief. En dan zijn er natuurlijk een aantal grote geldgevers. die ook achter dit soort van opvattingen staan. Ja. Doktoren kunnen ook uh, uh, strafbaar uh, zijn. Ja, hè, ja, ja, uh... god. Uh, Abortusdoktoren zijn al doodgeschoten in de loop der jaren. Dat is. Uh, ja, ook een langdurige, jarenlange intimidatiecampagne geweest op tal van plekken. Ja, ja. En um, ik begreep dus ook dat je uh, als je dus niet uh, naar. Ja, je kunt dus straks niet meer naar een abortuskliniek. Er is nog mogelijkheid om via de post uh, een pilletje te bestellen of iets dergelijks. Nou, dat, ik heb dat niet zo gevolgd, moet ik zeggen, omdat ik natuurlijk niet direct in de relevante groep hoor van, van abortus. Uh, mensen die abortus uh, noodzakelijk uh, hebben, nee, moet je dat zeggen. Die noodzakelijk een abortus moeten ondergaan. Dus ik heb het niet zo gevoeld. Maar dat blijkt, als ik het allemaal goed begrijp, een effectieve abortuspil te zijn. Ja. Ik neem aan dat die dat in een vroeg stadium geslikt moet worden. In dat geval is, natuurlijk, is, is het verbieden van abortus helemaal een slag in de lucht. Want nogmaals, hoe ga je dat handhaven? Ja. Ze willen dat via de post in no ook... time zul je dergelijke pillen op het internet kunnen bestellen, neem ik aan. Ja. Handhaaf dan maar eens als, als, als iemand dus in de eerste. Zal het zijn, de eerste tien weken of zo van de zwangerschap, zo'n pils slikt. Ik nogmaals, ik, ik zou dat naar moeten kijken. Dan is dat niet te handhaven natuurlijk. Zo. Nee, dan moet je dus al de, de, de brieven gaan uh, controleren. Ja, maar. precies. Dus het is ook een beetje, al met al, is het, is het, zie het vooral als symbolische politiek. Ja. Als, als het, het, het herstel van wat zij denken dat een christelijk Amerika moet zijn. Juist ook die blanke lage opgeleide bevolking is vaak zeer religieus en hangt aan de godsdienst en ziet dit als een kwestie die karakteristiek is voor, uh, laten we zeggen, uh, christelijke waarden. Christelijke normen en waarden. Ja. Uh, dat Bortus is helemaal niet leuk of verdienstelijk of verdikkend, want het is een ellendige zaak in allerlei opzichten. Het probleem is alleen dat we allemaal enorm goed weten dat als je het verbiedt, dat het, nog tot veel meer ellende en narigheid leidt als wanneer je het toestaat. In Nederland is abortus toegestaan, maar wij hebben bijvoorbeeld het aantal ongewenste zwangerschappen in Nederland is zeer zeer beperkt als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten. Dus je kunt veel beter je richten op het vermijden van ongewenste zwangerschap wat ze in Amerika helemaal niet doen. Nee, en waar ze dus nu bang voor zijn, dat daar ook nog een keer streng naar gekeken wordt, dat ze ook het condoomgebruik uh, willen Ja, doen. dat verbaast, zou mij niet verbazen, zijn we weer Nou ja, ik heb pas verteld toch uit mijn jeugd, dat, dat tegen de tijd dat je aan de vrijage begon, dat condooms noodzakelijk waren, dat de pil nog niet bestond of relatief ontoegankelijk was. Ik weet niet precies wanneer die pil in, in, uitgebreid op de markt gekomen is tegen redelijke prijzen. Of in het ziekenfondspakket zelfs. Dus ja, dan moet je ze aan condooms zien te komen. En zelfs in een gemeente als Wageningen, die helemaal niet christelijk was, was bij een winkel die die dingen verkocht. Dat was de Eekhoorn, die nog steeds bestaat. Ik heb het allemaal vaak verteld. Eh, dus ja, het, 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 het hingen heus geen condomautomaten in wc's en zo. Het was niet vrijelijk verkrijgbaar toen ik hier in, in Utrecht ging wonen als student. En bij om de hoek naar een drogist die inderdaad gerund werd door twee totaal uitgedroogde dames op hoge leeftijd. En ik zei dat ik een pakje condooms wilde kopen, zei ze op hoge toon, dat verkopen wij niet. toon van zombar. Op weg naar de helvaart. Nou ja, dat, ja ik, ik heb, je lacht erom, het is 1962. Misschien voorjaar 63, ik weet het niet. Zoiets. En in Nederland zijn we nu wel een flink aantal stappen verder. Maar in Amerika draaien ze terug. Ja, zeker. Ja, ja. En ik las ook over die thuisabortussen. Want dat is nu waar ze bang voor zijn, dat is natuurlijk een ramp. Nou ja, dat is de bekende abortus met de klerenhanger en de breipennen. en ik weet allemaal niet wat voor onbeschrijfelijke bloederige ellende die daar voortkomt. Als je, als je het dus ja overlaat aan de duistere achter, achtersteegjes en dat soort van dingen, zoals dat vroeger het geval was waarbij natuurlijk tal van jonge vrouwen geheel on, on, onnodig het leven lieten. Ja. In hoeverre ben jij, uh, uh, ja, in hoeverre verwacht jij dat er nu ook andere wetten, dus we hebben het over de homorechten, nou het condoomrechten, dat nou ook... dat is met dit hoge rechtshof is dat natuurlijk niet uitgesloten. Met dit hoge rechtsorg is nogmaals extreem conservatief en staat voor de normen en waarden van een een, een in het algemeen wat mij betreft nogal al conservatief en infantiel christendom. En hoe lang zitten die er, deze rechters? Voor het leven. Ja, dat is net een hele kwik. Ja, Trump heeft er drie kunnen benoemen ja, door malafide praktijken, politieke praktijken van de Republikeinse Partij. Ja, eerst hebben ze natuurlijk Obama in de wielen gereden. Die kon in zijn laatste presidentsjaar was er ook een vacature en die hebben ze gewoon geblokkeerd. Simpelweg. En vervolgens uh, ging uh, hoe heet ze dood, die, die, die hele oude, bejaarde, kleine uh, opperrechter ging dood. God, het is nou toch Ginsburg, als ik het wel heb. En uh, nou ja, in tegenstelling tot wat ze een paar jaar daarvoor beweerd hadden, is razendsnel nog net even een nieuwe benoeming erdoorheen gejast. Van een extreem conservatieve en zeer uh, religieuze mevrouw, die betrekkelijk jong is. Dus Amerika zal nog, nog eindeloos zitten met dit Hoge Rechtshof. Het is natuurlijk ook al aangekaart, en mij, deed terecht: wat heb je aan zo'n klote Hoge Rechtshof als het in geen enkel opzicht strookt met de maatschappelijke ontwikkelingen en, en de maatschappelijke opvattingen? En zou het dan niet verstandig zijn om wat anders tegen dat Hoge Rechtshof aan te gaan kijken? En nou ja, is dit niet ook juist door zijn extremisme een, 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 een een teken van onvermogen van het Supreme Court. En tenslotte ook de inleiding op een. Nou ja, op een, een rigoureuze andere aanpak van het Supreme Court. Die mij zeer geboden lijkt, sowieso. Ik heb altijd de rol van het Supreme Court raar gevonden, om het maar even zo te zeggen. Ja, die toetsing aan die grondwet, alsof die grondwet door, door, de, door de heren zelf geschreven is. Het is allemaal een beetje raar. Zijn ze dan trots op de oudste werkende grondwet? Wat heb je daaraan als die in Engels, tal van opzichten niet meer bruikbaar is voor de moderne tijd? Ja, dus we zitten met deze rechters totdat iemand overlijdt. Ja, of dat iemand zegt dat Totdat we. iemand overlijdt. Het is een college van negen personen. En er zijn er nu zes die aardsconservatief zijn. Dus er zijn drie betrekkelijk progressieve rechters. Dus ja, dat kan, dat kan echt decennia gaan duren. Het is niet zo als er één dood gaat, want dan is het beslotverrekening in 5-4. Dus nee, dan maak je er geen illusies over. Toch? Ze kunnen ook zelf zeggen we stoppen ermee. Ja, in principe de laatste jaren is het te doen gebruikelijk dat je niet dood hoeft te gaan om eruit te gaan. Maar dat je dus een aantal jaren of als je de dood ziet aankomen, dat je dan zegt het is wel mooi geweest. Ja. En hoeveel, uh, maar kost... ze zouden het gewoon moeten limiteren, we maken gewoon normale pensioengerechte leeftijd van. Ja, flikken ze er gewoon uit als ze 70 zijn. Ja. Begin daar eens mee. En hoever heeft Biden... Uh... Bovendien is het aantal rechters niet voorgeschreven in de Constitutie. Je kunt er zo vier aan toevoegen. Dat is natuurlijk een soort revolutie, maar aangezien de Republikeinse partij zich niet gedraagt, zou ik zeggen waarom zou de Democratische Partij zich per se wel moeten gedragen? Ja, want ja, dat was eigenlijk wat u wilde vragen van wat kan Biden nu doen om bijvoorbeeld de Supreme Court anders in te richten? Of duidelijk... Ja, dat zou hij kunnen doen. hij zou, nou, zou ze met name kunnen bedreigen. Dat is wat Roosevelt heeft gedaan in de jaren dertig. Bedreigen? Ja, dat wil zeggen, ik moet even een slokje water. nemen. Ja, ja, doe rustig aan. Ik leg de microfoon op de borst. Ik weet niet of dat dan een speciaal geluid veroorzaakte trage. Nee, je bent toch wel goed boem, doen, hoor. Boem, hartslag. Oh, hier is dat ding. Ja, in, het, in de jaren dertig toen Roosevelt bezig was met zijn New Deal, dus ingrijpende uh, maatschappelijke hervormingen, uh, met name ook in sociale richting, en dat voortdurend geblokkeerd werd door ook toen een extreem conservatief Supreme Court. Toen uh, is, is Roosevelt gekomen met een voorstel van het heet Court Packing. Dat wil zeggen dat je, nou ja, dat je aan die negen rechters dat je er gewoon vijf bij benoemt. En dan kun je dan heel progressief uh, en lui. En dan, en, nou ja, toen Daar is toen dan wel een soort van politieke strijd over losgebarsten. Die in zekere zin door Roosevelt verloren is. Men hecht het toch kennelijk aan die traditie van dat verrekte Supreme Court. Wat mij betreft dus. Uh, en bij Nederland wordt ook voortdurend geluld dat er zo'n toetsings gerechtshof moet komen. Nee, begin er niet aan. Het politiseert, het leidt alleen maar tot nieuw gelul. Ruzie op alle fronten, ruzie over de benoemingen, doe het niet. Denk eens na. Maar goed, dit tussen haakjes. Eh, omdat die ook allemaal van die wijsneuzen zo'n primkoord willen. Nou, ik zou zeggen, kijk vooral naar de Verenigde Staten. Dan zie je wat een heerlijke, positieve, handige resultaten zo'n toetsingskoord dan eigenlijk heeft. Uh, en, maar het bleek toch, nogmaals, Roosevelt verloor, want dat koordpekking, dat uh, heeft niet gebeurd. Maar het was duidelijk dat het Supreme Court zich echt de kloten was geschrokken. En dacht, ja wacht nou, zeven. En toen ineens bleken ze uh, op grond van andere juridische interpretaties, want je weet, juridische interpretaties, dat is zo lang als het breed is en zo kort als het lang is. Je kunt er alle kanten mee op, als je dat wil. Hè? En toen zijn ze plotseling er wel akkoord gegaan met al die maatregelen van de New Deal. Ja. Maar denk je dat Biden dat gaat doen? Dat hij daar iets gaat in, probeert dat te. Dat zou mij enorm verbazen. Koordpakkingen, dat, dat is iets waarmee je dreigt. Dat doe je niet, daar dreig je mee. Hmm. He? Vaak is politiek meer een kwestie van dreigen en niet doen ja. dan van wel doen. Dat je ook al beseft dat je het wel doet, dat je weer een hele nieuwe reeks van problemen creëert in feite. Ja, Ja. Maar kan hij wat anders doen? Maar ook? nee, dit, dit zijn allemaal betrekkelijke fanatici die dit tot stand hebben gebracht. Want de, 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 de opperrechter Roberts is hier helemaal niet gelukkig mee. Want ja, die ziet erbij wel hangen. Dat de reputatie van het Supreme Court dat die er niet beter op wordt. Die was toch wel niet geweldig. Maar die wordt er zeker niet beter op. Nee, maar dat had hij wel zien kunnen aankomen natuurlijk. Ja. Roberts of, of Biden? Nee, Roberts. Hij wist toch wat, wat, die, wat voor wat types die... die nee, hij, hij heeft niks te vertellen over de benoeming van nieuwe rechters. Nee, die maar... worden voorgedragen door de Senaat en die worden gekozen door ja, de Senaat. Maar toen ze benoemd waren, wist hij natuurlijk welke kant het op zou gaan op dit soort thema's. Nou, hij zal ze vermoedens hebben gehad en ook zeker op ze ingepraat hebben... maar daar hebben ze zich niets van aangetrokken. Ik denk dat hij, ja, nogmaals, dat hij zich een enorme en terechte te zorgen maakt... over de continuïteit en het aanzien. Kijk, zo'n Supreme Court uiteindelijk... Werkt alleen goed als het aanzien heeft. Als het, laten we zeggen, ook een niet meetbare invloed heeft op de samenleving. En die zijn ze natuurlijk bezig te verliezen. Ja, als je voortdurend uitspraken doet die in strijd zijn met wat 80% van de bevolking denkt. Ja. Dan moet je niet raar opkijken natuurlijk als je, als je status verliest als Supreme Court. Ja, nu zit het in binnenlands iets. Kunnen ze, hebben ze ook invloed op buitenlandse zaken? Nee, bij mij het. zou niet zo gauw iets weten, maar nee, ik dacht het niet. Nee, misschien de inzet van... Het is van... niet dat wij er ook last van krijgen als dat het eh, nee. maar misschien ook, is. Nee. met de oorlog in de Oekraïne, dat ze daar nog uh, wat... Nee, te... maar dat, dat wordt veel meer bepaald door de president zelf. En uh, ja, ook dat is een volstrekt onzekere zaak, zoals je weet. Ja. Ik begrijp dat nu toch de geruchten willen dat Biden zich nog een keer kandideert. Waar heb je dat gehoord? Gehoord niet. Het is niet zo dat ik s'avonds op de wandeling fluisterende stem uit hey, het struik ga wassen, hoor, van de hossen. Awesome. Awesome. het schijnt dat, we weten het niet zeker, maar de oude Biden wil nog vier havens, van zijn 81ste tot zijn 85ste. Ik las het ergens, maar ik ben vergeten waar. Oké. Okay. Heb je het be de beeld ook gezien dat hij van de fiets af uh, viel? Ja, dat heb ik gelezen. Ik heb het, de, beeld, de beelden zelf heb ik niet gezien. Nee, maar volgens mij zat hij met zijn voet nog vast in die, in die ja, klemmetjes. Die toe -clips, ja, die toclips, dat was het, ja. ja dus dat is... Maar goed, bij Balkenende is over zo'n zo dingetje gevallen. Een skateboard. Zo ja. Een skateboard, ja, zo'n rijplankje. Ja. Dat zien mensen toch in die rijplankjes? Wat is dat nou voor een idioot ding? Koop een ouderwetse step, dat is honderd keer handiger en zekerder. Dit is de manier om je poten te breken, je enkels te breken, je knieën blijven te beschadigen. Je hersen te beschadigen, maar moet goed zijn. Misschien is het dan een liefhebberij van mensen die sowieso al een hersenbeschadiging hebben. Dat weet ik eigenlijk niet ja. precies. De tegenstanders hebben nu wel genoeg beeldmateriaal om straks in die spotjes weer allemaal te gebruiken. Zonder meer, zonder meer. Ja, maar ook van Trump, als die de tegenkandidaat is, is er ruim voldoende materiaal om te laten zien dat hij niet goed bij zijn hoofd is. Bij dit soort van dingen is het natuurlijk zo dat wat je wil zien, dat zie je ook. Als jij denkt, die Biden, dat kan echt niet meer. Ja, dat is verschrikkelijk. Straks moet hij in een hospitaalbed de Kamer ingereden worden. En dan, dan zul je dat erin zien. En, en bij Trump idem dito. Trump is gek. En, en we weten allemaal dat de dat meerderheid van de Republikeinse partij... hem beschouwt als tegen Jezus zelf. Ja. Speelt hij al een, een rol eigenlijk in de midterms? Ja, een True. beetje, maar dat, dat is toch. Dat is een, die effecten zijn gevarieerd geweest. Het is niet zo dat, dat noodzakelijkwijs alle door hem gesteunde mensen zonder problemen overal doorheen gefietst zijn. Nee. Er zijn ook een aantal mensen gekozen die in feite. Omdat toch de invloed van lokale omstandigheden moet je niet onderschatten. Die is groot. Ja. ja. Maar al met al wordt er weer onderstreept wat voor land Amerika is. Ook weer door wat. Een voor... zonderling land waar. waar ja... Want dat kan gebeuren. Hoe zal ik dat eens beschrijven? Het is eigenlijk een oudere echtpaar. wat een grote fietstocht heeft ondernomen. Die aanvankelijk prachtig weer. lekkere fietsen. een heel fijn mandje met, 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 met de lunch erin. En dus op een goed moment hebben ze de verkeerde afslag genomen. en ze zijn verdwaald in een groot donker bos. en. Hun mand is leeg en, en de fietsen die piepen en die kraken en, en ze krijgen herrie onder elkaar het is jouw schuld nee het is jouw schuld stomme hekel en net zo goed als wat ouderen worden de echtparen daar veel last van hebben en daar fietsen ze nu op met op een lekke band in een groot donker bos en ja het ziet er uit dat het gaat omweren, maar hoe het af gaat lopen ik weet het niet Nee, het is jouw schuld, stomme eikel. Maarten hem over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.